Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik wil het vandaag met jullie eens even hebben over... A, ik ben lekker naar Grijs geweest. En B, ik wil het hebben met jullie over wat nou als je de fout in gaat. Ja, maar even. Oké, wat is er gebeurd? Ik ben naar Grijs gegaan. Grijs is een vegan-friendly restaurant, zo noemen ze het. Dus ze hebben vegetarisch, niet vegetarisch... Zeg maar, dus voor alles eten en vegan opties. Ik kreeg mijn eten en daar bleek kaas in te zitten. Ik heb daar één hap geproefd en toen dacht ik, hier zit kaas in, dit klopt niet. Ik heb al mijn kaas eruit gevist. Eigenlijk had ik mijn eten terug moeten sturen, maar ik ben dan een van die mensen die denkt, shit. En ik vind het weer zo vervelend om weer te zeuren. Waarom is dat eigenlijk zo? Ik denk dat het ook komt omdat we gaan er in onze maatschappij nog steeds niet van uit dat iedereen... vegetarisch is laat staan dat die vegan is. En vroeger vond ik het altijd heel apart dat mijn ouders altijd zo ontzettend opbleven hameren. Ja, maar ze zijn vegetarisch, we willen geen vlees en geen vis. En ik ga ervan uit op dit moment, maar dat is dus kennelijk mijn fout. En dus heb ik een leermoment voor mezelf. Ik moet altijd blijven herhalen, dus kennelijk dat ik vegan eet, want men is het niet gewend. Dus op het moment dat ik bestel, ondanks dus dat ik van tevoren aankondig dat ik een vegan YouTube kanaal heb. Jongens, ik eet vegan. Dus geen kaas, geen eieren, niks. Ik heb mijn eten verder netjes opgegeten. Ik heb daarna gewoon nog wel een toetje besteld. Maar het voelde heel erg fout. En ik heb besloten dat ik het gewoon als een leermoment voor mezelf ga maken. En niet dat ik er een drama van heb gemaakt. Want ik vind dat geen dinges. Maar waarom breng ik dit wel op YouTube? Omdat ik denk dat een ander van mijn fout, hoop ik tenminste, kan leren. En dat je ook niet jezelf daar heel erg over moet opfokken. Het is gebeurd. Ik vind het vervelend. Maar ik heb wel een leermoment gehad en waarschijnlijk gaat dat 1, 2, 3 niet nog een keer gebeuren. Ik denk dat ik in al die tijd één ander ding heb geproefd. Waarvan ik zeker weet achteraf dat het niet vegan is. Ik dacht namelijk dat de pindasaus bij de Febo vegan was. Maar dat is alleen niet bij de Smullers. Dus bij deze dat jullie het weten. Dus hier komt de rest van de video bij Gijs. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad samen met iemand anders die non-vegan is. En die heeft heerlijk genoten van mijn kaas. Klaar. Helaas kan ik er niks aan veranderen. Zo is het. Hey. Alles eten, een alles eten burger. Dus je kan gewoon gezellig samen gaan eten. Ja, kijk. Ketchup, shizzle. En ik heb gewoon, dit noemen ze een kapsalon, jongens. Vind je dat met gebak. Patat. Een tofu, zit een aardappel. Tempeh bedoel ik trouwens. Nou, dat ziet er echt super uit. Een chocolate brownie. Kijk of deze niet voor verrassingen zorgt. We gaan even genieten. Testen. Heb jij vragen, opmerkingen? Laat ze natuurlijk beneden weer achter. En hoop ik zie ik je in de volgende video. Hi!